Welkom en leuk dat je weer kijkt naar Brabant vandaag. Het is dinsdag, dus de gehele avond staat in het teken van wonen. Straks dus ook alles op het gebied van verlichting. En wat is eigenlijk nu hot in studentenwoningen? Maar eerst gaan we kijken hoe je je tuin echt goed winterklaar kunt maken. Heel veel leuke tips en trucs van Jan Omen. Welkom van Dubois Sierbestrating. Lange, tenminste regenachtige dagen. Het is nat buiten. En je wordt er een beetje triest van als je in je tuin kijkt, toch? Ja. Ja, het is geen mooie zomer geweest dit jaar. Dus ja, mensen hebben niet zo kunnen genieten als andere jaren. Nu gaat het blad al vallen. Ja. Laten we daarmee beginnen. Wat moet je daar, kan je daar het beste mee tegen doen? Nou, belangrijk is als het blad valt om het zo snel mogelijk in ieder geval van je terras af te halen. Want doordat het vochtig wordt, wordt het bruin en krijg je vlekken in je bestrating. Dus het advies is toch wel om zo snel mogelijk de gevallen bladeren eraf te halen en dan de kringen die erin blijven, zeg maar, even schoon te maken met een reinigingsmiddel. Heb je nog een middeltje dat je zegt, als je daarmee insmeert of reinigt, blijft het mooier? Ja, we hebben een product in de handel, dat heet Wash and Clean. Daar kun je heel je terras mee reinigen. En op een gegeven moment breng je dat aan en laat je gewoon drogen. En dan blijft er een filmlaagje over, zodat het makkelijker te reinigen is straks in het voorjaar. Okay. Nu hebben we ook al best wel veel regen gehad. En dan zie je ook vooral na dit weekend waar de plassen blijven liggen. Zeg je dan, doe de bestrating nog voor de winter? Of adviseer je eigenlijk de mensen om het in het voorjaar Ja, een beetje afhankelijk van. Straten kun je eigenlijk, zolang het niet vriest, kun je gewoon je straatwerk opnieuw leggen. Dus ook als het zo nat is dus? Ja, ook als het zo nat is. Alleen als het heel nat is en het water blijft erop staan, dan kan het natuurlijk niet. Maar je kan gewoon tot aan de winter, als het gaat vriezen, kun je gewoon je straatwerk opnieuw leggen. Het voordeel is als je het nu doet, dat je ook een beetje ziet waar de plassen zitten, zeg maar. Dus dan kun je heel je terras opnieuw vlak leggen. En wat wij dan wel adviseren, probeer dan ook voor de waterhuishouding gelijk een afvoer te plaatsen in een goot of een putje, zodat je regenwater gelijk kwijtraakt. Eigenlijk is dat dus beter. Als je het nu doet, dan heb je ook heel de winter minder last daarvan. Ja, en het voordeel is, dan is van het voorjaar alleen een keer schoonmaken. En dan ben je eigenlijk al voor de zomer helemaal weer klaar. Ja. En ik geloof dat best wel veel restpartijen nu ook op de markt komen. Met tenminste restpartijen. Ja. De zomer is voorbij. Het was geen goede zomer. Ja, klopt. Dus heel veel fabrikanten hebben op dit moment wel leuke aanbiedingen. Zijn van partijen die uit het assortiment gaan. Maar ook gewoon overproductie die ze hebben staan. Ja. Die ze toch voor de winter nog graag verkocht willen hebben. Dat is volgens mij dan deze zomer wel heel veel geweest, of niet? Ja, je kunt wel zeggen dat het in onze markt iets rustiger geweest is. Ja. Dus dat de particulieren, als ze echt een leuk buitenkantje willen, op dit moment best leuke bestrating kunnen kopen. En dat kunnen jullie inkopen. Doe jij dan ook nog iets voor jouw klanten in acties? Ja, wij hebben eerste weekend van oktober. 1 en 2 oktober hebben we een outlet weekend, zeg maar. En dan hebben we dat soort partijen ruim op voorraad staan. Dus. Leuk. Nu hoor je ook steeds meer dat mensen kiezel of split of zo willen nemen. Ja, kan je daar een advies over geven? Nou, split, je kunt split of grind gebruiken. Het nadeel van grind is rond, dus het blijft altijd los liggen. Split gaat in elkaar zitten, dus loop je ook vast. We hebben tegenwoordig ook platen waar je dus het grind in kunt verwerken. Dan ligt het echt vast en dan leg je het 5 centimeter dik weg. En dan zit gelijk een doek bij ingewerkt, dus heb je ook minder last van het onkruid. Oké. Je gaat wel snel, hè? Ja. Je hebt nog veel meer informatie. Ja. Kunstgas is ook hot. Verlichting voor buiten is belangrijk. Daar gaan we het straks allemaal over hebben. Dus blijf gewoon even zitten. Maar eerst gaan we even kijken naar de meest opmerkelijke berichten van vandaag in Koppensnelle. Dag allemaal, dit is Koppensnelle van dinsdag 13 september. Brabanders vragen massaal een identiteitskaart aan. Dat schrijft het Brabants Dagblad. Eerder deze week werd bekend dat de legitimatiebewijzen voortaan gratis zijn. Brabantse gemeenten waarschuwen rekening te houden met enige vertraging. In de Brabantse Middelbeers zullen voor het eerst internationale nachtburgemeesters bij elkaar komen voor een congres, zo meldt de Spits. Tijdens dit meerdaagse evenement praten de burgemeesters van de nacht over thema's als sponsoring, cultuur, politiek en evenementen. Ja, er is ingebroken bij KWF Kankerbestrijding, dat schrijft Nieuws.nl. Die inbrekers namen de inhoud van honderden collectebussen mee. Om hoeveel geld het precies gaat is nog onbekend. Medewerkers van Philips doen mee aan een slaaponderzoek. Het bedrijf onderzoekt de relatie tussen slaap en gezondheid. Philips wil zo een bijdrage leveren aan slaapproblemen, zo meldt Omroep Brabant. En Omroep Brabant meldt ook dat 2 honden maandag 10 dieren hebben doodgebeten bij verzorgingshuis Aldenhorst in Mil. Het daarman vond de dode dieren. Het gaat om 2 schapen, 3 geiten en 5 kippen. Het baasje van de honden is bekend. De 27-jarige man kiest een ongelukkig moment voor zijn inbraakpoging, zo schrijft BN De Stem.
De man ging een pand in het centrum van Apeldoorn binnen, terwijl de politie daar met een onderzoek bezig was. Een dag eerder was namelijk ook al in het pand ingebroken. En de volgende inbrekers die kunnen er ook wat van. Goed, dit waren ze weer. Koppensnellen van vandaag. Heb jij een nieuwstip voor ons? Laat het ons weten. Mail naar tips@brabant10.nl. Graag tot morgen. Houdoe. Ja, en wij krijgen nog meer tips van Jan Omen van Dubois Sierbestrating om je tuin winterklaar te maken. Nou, bestrating hebben we al gehad. Blad op tijd weghalen. Als je nog wil bestraten, doe het dan nu voordat het gaat vriezen. Iets over kunstgras, want ik heb het idee dat het ook een trend is. Ja, op het moment zie je inderdaad veel mensen ook naar kunstgras overstappen. Je hebt twee soorten kunstgras. Je hebt een kunstgras, dan moet je met zand invegen, zodat het de polen recht gaan staan, zeg maar. En je hebt een kunstgras... Zeg maar, nee, dat zeg maar niks. Je hebt dus een kunstgras en dan moet je vegen en dan moet je zand gebruiken. Ja, moet je zand gebruiken, zodat de polen zeg maar overeind blijven staan. Dus het gras omhoog gaat staan, ja. Eigenlijk hetzelfde als bij het tapijt. Nou, dus heb je dus ook een grassoort, dan heb je dat zand niet nodig. Die polen zijn zo stug dat ze blijven staan. Dat is nieuw. Ja, dat is weer nieuw. En dat is beter, want dan zit je niet met dat zand. Ja, dan zit je niet met dat zand. Kijk, er blijft altijd onderhoud, ook aan kunstgras. Want ja, je hoeft het niet te maaien, maar je moet het wel af en toe opborstelen. Ja, nou, als dat het enige is, toch? Dan nog over verlichting. Want ook de tuin in de winter. Mensen zien het als een verlengstukje van de huis. Heb je daar nog tips voor? Moet dat nu al aangelegd worden? Of? Nou, als je op een gegeven moment je terras aan wil gaan passen, is het wel verstandig om in ieder geval al een plan te maken waar je mee je verlichting wil doen. Ja. Wij werken heel veel met 12 volt, laagspanningsverlichting. Het voordeel daarvan is dat de mensen ook zelf een lampje zelf tussen kunnen bouwen. Kijk, als je met 220 werkt, moet je toch met mofjes gaan werken en zo. En mofjes, dat is dan... Dan ga je echt aan de stroom zetten en dan heb je kans dat de aardlekschakelaar uitspringt als je het niet goed doet. Nee. Dus wij hebben zelfs iets, als wij het zelf aanleggen, wij pakken toch heel vaak terug naar 12 volt verlichting, omdat het minste probleem geeft. En als ik dan iets heb aangelegd en ik zeg bijvoorbeeld in de winter, ik vind in die hoek nog wat donker, kan ik het uitbreiden nog? Ja, als je gewoon met een prikkabel werkt, kun je altijd gewoon een stukje kabel bij aanzetten, zeg maar, op die trafo. En dan kun je gewoon zo een lampje tussen bouwen. Ja, en maakt niet uit wat voor lampjes? Nee, we hebben dus prikspots, dus om een boom aan te lichten. We hebben gewoon paaltjes voor in de tuin te zetten. En we hebben ook spotjes die je in de straatwerk in kunt boren, zeg maar. Je hebt een showtuin, hè, waar je alles hebt. Kunnen mensen daar vrijblijvend komen kijken in Zundert? Ja, onder de normale werktijden is die gewoon geopend. En daar hebben we dus bestrating liggen, daar hebben we kunstgras liggen. We hebben er ook verlichting die in werking staat. Dus in een tuinhuis waar we expres donker gemaakt hebben, zodat je ook kunt zien hoe het brandt. Ja, leuk. Dus. Dat is misschien soms beter dat mensen het even zien. Ja, je moet het inderdaad wel gezien hebben. Ja. Want van een plaatje is het heel makkelijk om te zien. Maar je moet toch echt zien hoe een lamp daadwerkelijk echt brandt. Ja. Heb je wel eens 3D-behang gezien? Nee. Jan, dankjewel. 3D-behang schijnt namelijk een trend te zijn in studentenwoningen. Hallo, goedemorgen. I'm just waking up. Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles. Nee, op dit moment niet. Ik heb het niet opgepakt, sorry. Maar ik weet niet meer, dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Smile on your face lets me know that you're near me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. Touch of your hand, say you'll catch me. Nou ja, we zijn nu dus in een studentenhuis. En we hebben geen idee wie er nou eigenlijk woont. Maar... ga maar eens op zoek. Ik denk dat hier een man woont. Dat is denk ik waarom ze nog niet wakker zijn. Hoi, wij zijn op zoek naar de trends in studentenhuizen. Zou ik even bij jou mogen kijken? De wat, trends in studentenhuizen? Is dit nou echt een grap? Ja, kom maar binnen, zou ik zeggen. Het is echt... je hebt gelukkig dat ik heb afgewassen. Alsjeblieft niet inzoomen. Er zijn niet echt veel trends aan de gang, hoor. Oh. Ja, dat is mijn mooiste trend. Wat is nou degene waar je het meest trots op bent hier in deze studentenkamer? Mijn eigen spullen. Ik denk mijn tekening.
Wil je laten zien? Ja hoor. Maar dat is niet echt denk ik een trend van studentenhuis. Ja, dat is gewoon meer iets waar ik mee bezig ben. Nou, heb je het idee dat er onder de studenten een woningtrend bestaat? IKEA. Ja, voornamelijk. En verder ja, praktisch. Verder niet echt zoveel. Nou, veel studenten hebben we niet gesproken. Ze waren of moe, zwak en misselijk of aan de studie, denk ik. Nou, een trend hebben we in ieder geval niet echt ontdekt. Of rommel en viezigheid moet er een zijn. En ik denk gezien hun budget dat we dat voorlopig ook niet gaan meemaken. Ja, dat waren de trends van de studenten en wij gaan het straks hebben over de trends op gebied van verlichting. Ook Peter van Gurp laat zijn hele bijzondere hobby en liefde zien voor bepaalde dieren. Maar eerst gaan we even boodschappen doen en kijken of dat we nog veel regen kunnen verwachten. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en valt er af en toe een lichte bui. In de middag klaart het op, maar blijft er kans op af en toe regen. De temperatuur loopt op tot 18 graden. Donderdag is de overgang naar iets rustiger weer, met minder wind en ruimte voor de zon. Vrijdag staat er een zuidoostenwind en wordt het ongeveer 19 graden. Zaterdag neemt de kans op enkele stevige regenbuien toe. De middagtemperatuur zal niet hoger oplopen dan 18 graden. Welkom terug op de woonavond bij Brabant 10. De avonden worden steeds langer en donkerder. Dus vandaar dat we het gaan hebben over verlichting. Welkom John van Vught, directeur van Eglo Verlichtingen in Oosterhout. Een bedrijf, je moederbedrijf, zit al 41 jaar in de verlichting. Is verlichting echt zo belangrijk? Ja, verlichting is superbelangrijk. Verlichting is leven, verlichting is emotie en verlichting is stijl, techniek. Kortom, je hele leven wordt beïnvloed door licht, zou ik zeggen. Ja, en vooral nu we ook naar de langere avonden, donkere avonden gaan, kunnen mensen best wel wat tips gebruiken. Jullie zitten al 41 jaar in de verlichting, je moederbedrijf. Waar is het ontstaan? We zijn een Oostenrijkse firma. We zijn in Innsbruck, vlakbij Innsbruck, gestart. Een klein plaatsje heet Pil. En het is een familiebedrijf, gelukkig. Is dat nog steeds? Ja, dat is nog steeds een familiebedrijf. Dat maakt het vrij uniek, ja. Met een enorme groei. En dat is een fantastisch bedrijf. Nou, een enorme groei. Ik heb eens even zitten kijken. In hoeveel landen zitten jullie wel niet? We zijn momenteel in 56 landen werkzaam. Jeetje. Ja. Sinds 2003 zijn jullie naar Nederland gekomen, eerst in Breda. Klopt. En nu kunnen Brabanders eigenlijk niet meer om jullie heen, hè? Eigenlijk niet. Als je over de A59 rijdt, dan kun je het niet missen, zo'n pand. Ja. Het is een fantastisch mooi gevormgeven pand. En natuurlijk het licht, dat is wel duidelijk zichtbaar vanaf de snelweg. Ja, ik vind het altijd heel warm aandoen. Zullen we even gaan kijken naar wat beelden ervan? Dan kun je misschien vertellen wat we zien. Ja, het gaat vrij snel. Het is een deel van onze 1800 vierkante meter grote showroom in Oosterhout. Het zijn twee showrooms eigenlijk. En je ziet hier een kleine doorsnee van wat we allemaal aanbieden. Het is een heel overzichtelijk en op soort gepresenteerd. Wow. Daarbij ook de prijzen. Dus mensen kunnen ook meteen zien met een budget of ze daarmee uit kunnen komen. Maar dat gaat altijd lukken. Wat ik me afvraag, kan ik nu eigenlijk als consument ook bij jullie in een showroom komen kijken? Ja, je kunt bij ons gewoon in een showroom kijken. Je krijgt er ook advies. Je kunt ook bij ons bestellen, je bestelling opgeven. Maar wij geven de bestelling altijd door naar een van onze dealers. Want wij hebben een groothandelsfunctie. We vinden dat heel belangrijk, die relatie met onze afnemers. En wij zorgen dus dat de armaturen via die mensen worden gedistribueerd. Ja. Ja. Ja, eigenlijk wel weer een soort dienst naar de winkels die jullie merk hebben. Ja, klopt. We zijn het is een extra service naar onze afnemers. En mensen vinden het ook heerlijk om in een rustige omgeving dat eens te bekijken. Omdat er natuurlijk toch een hele grote doorsnee-collectie is gepresenteerd. Eglo is ook een merk op zich. Hebben jullie alleen jullie eigen merk? Ja, we werken met Eglo als hoofdmoot, zeg maar. Daarnaast hebben we nog een actieassortiment, dat heet Superlight. En volgend jaar gaan we op de beurs van Frankfurt ons nieuwe merk Eglosfeer presenteren. En dat is een merk voor de professionele markt. Oké, want daar ben je nu niet echt heel actief in. Het is echt meer consumentengericht. Klopt, ja. En waar laat je het produceren? In Nederland niet, denk ik, hè? Nee, niet in Nederland. We hebben een hele grote fabriek in Guangzhou, in China. Daar werken 4600 mensen. En we hebben ook een kleine fabriek in Pasto in Hongarije, net boven Budapest. En daar worden alle armaturen gemaakt. Maar wat heb je allemaal in Oosterhout dan? Oosterhout hebben we voornamelijk de sales. Sales voor België, Luxemburg en voor Nederland. Okay. En heel de ondersteuning die daarbij hoort.
Daarnaast hebben we in Oosterhout nog een groot magazijn, een gerobotiseerd magazijn voor de Benelux, Scandinavië, Engeland en Ierland. Ja, dat is wel leuk. Als het nieuw is, kan je natuurlijk de laatste nieuwe snufjes daarin hebben. Ja, dat is super. Het is een volledig gerobotiseerd. Het is een uniek magazijn in Europa. En van daaruit distribueren we nu al meer dan 2,5 miljoen armaturen per jaar. Wauw. Even kijken, jij komt nog vaker bij ons terug op visite, want we gaan de winter in en wil allerlei tips van jou hebben. Maar kan je even een tipje van de sluier oplichten waar je het allemaal voor een keer over gaat hebben? Wat zijn de trends? LED-verlichting is natuurlijk heel erg aan het groeien. Ja, is heel hot. Voornamelijk veel vragen die er reizen omtrent de uitfasering van de gloeilampen. Ja. De vervangingsmarkt zit natuurlijk echt in de LED en de LED is ook de technologie van de toekomst. En daar gaan we het zeker over hebben in de volgende uitzendingen. Ja. En ook een beetje tips over hoe je je huis echt leuker kunt maken en veel spannender kunt maken met het product licht. Het is het belangrijkste van het huis, heb ik wel eens gehoord. Als je lichtplan goed is, dat is al meer dan de helft. Ja, ja, met licht kun je natuurlijk iets accentueren of ook juist een beetje camoufleren. En dat maakt je huiskamer af. En gelukkig is verlichting niet meer die sluitpost. Zo van, we hebben alles al gekocht. En nu is verlichting mag ook een mooi stuk zijn. Waar mensen ook echt aandacht aan besteden. En je zult ook zien, als je dat goed doet in je huis, dan maakt het je huis zoveel meer waard. Ja. Heb je veel meer plezier. Even als laatste, waarom dat lampje? Je hebt zo'n grote showroom. Waarom moest dat lampje nou per se mee? Ja, omdat ik dat echt een duidelijke Egelo-lamp vind. Met een eigen identiteit. Dat is de Oxana-serie. Het komt bij onze designers vandaan vanuit de gang naar neonatuur. Dat zijn zoutkristallen onder andere. En die vormen hebben ze hierin uitgekapt. Het is een heel leuk lampje met wat extra dimensie. En het is toch wel een beetje ook de knipoog naar design. En dat laat ook zien dat design niet duur hoeft te zijn. Dat je voor ieder budget een leuke lamp kunt vinden. Gaaf. Volgende keer nog veel meer trends die je komt vertellen. Ja. Even heel iets anders. Heb jij huisdieren? Ja, ik heb een poes en ik heb een hond. Okay. Ja. Weet je dat sommige mensen ook oehoes hebben? Oehoes. Dat is een uil of zo. Ja, dat is een van de grootste uilen die er bestaan. Peter van Geurbe heeft namelijk een speciale passie voor oehoes en raven. En u kunt het zien straks in Mijn Hobby en Ik. Goedemiddag. Komt u verder? Peter, wat is jouw hobby? Vogels. En waarom zijn vogels jouw hobby? Ja, vind ik hartstikke leuk. Het hoort allemaal bij de natuur en zo. En het maakt deel uit van het ecosysteem. Maar waar moet ik aan denken? Aan kleine musjes? Of, aan raven en uilen. Ik heb 3 raven en 2 uilen. 2 oehoes en 3 raven. Hey. Peter, zijn die ook gewoon tam? Deze is ook wel tam, ja. Ik neem hem wel vaak mee naar het park en bos en zo. Gaan deze uilen gewoon met jou mee naar het park? Ja. Wie. Hij ziet dat jullie vriend zijn. Dus. De uil zit daar, hoor. Hoe is dat zo gekomen? Jouw interesse voor raven en uilen? Van kinds af aan. Wilde ik graag een raaf hebben, maar vroeger mocht dat niet. Tegenwoordig wel, mits je een vaste voetring heeft. Ja. En wat is er voor jou zo bijzonder aan het hebben van een raaf? Een raaf, ja, is een heel intelligente vogel. En het is net een hondje. Ik wil zeggen, hij heeft een prachtige zwarte kleur, een mooie gloed eroverheen. En hij haalt van allerlei streken uit. Het is gewoon een heel leuk dier om te hebben. Nu zeg je, het is net een hondje. Ja. Waarom is dan een raaf leuker dan een hondje? Leuker als een hondje. Ik wil zeggen,
Je kunt hem uitlaten wanneer je wilt. Nee. Met een hond ben je verplicht om dus 3-4 keer per dag uit te laten. En een raaf, ja, die hoef je maar 1 of 2 keer in de week uit te laten, als je dat zou willen. Maar ga jij ook met de raaf naar buiten dan? Ja, naar bos en park. En dat is hartstikke leuk. Ik ontmoet wel eens mensen en zo. En die zijn heel enthousiast, maken wel eens films en foto's en zo, weet je. En daar heb ik vaak heel gesprek mee. Fiets die kant uit. Hé, zegt hij dan? Zegt hij dan? Hé, zegt hij dan? Koekoek, koekoek, koekoek. Pieter, Pieter, hé. Hallo. Peter, wat doe je dan met Salomo als je hier komt? Nou, dan laat ik hem uit. En dan vliegt hij een stuk en zo. En, hij zoekt bij insecten. Ik heb er echt communicatie mee, weet je. Kom maar. Peter. Kansje pakken. Hé? Kansje pakken. Lekker, joh. Echt lekker. Hé? Pakken. Peter hier weer? Peter hier weer? Hij is dol op kaas. Op kaas? Ja, hij is dol op. Is dat niet een beetje raar voor een raaf? Nou, alle kraaiachtige, bijna alle vogels zijn gek op kaas. Maar nu zeg je, je hebt echt communicatie met hem. Praat je echt veel tegen hem? Ja, dat had ik echt tegen hem. Communiceer met hem, hè. Hij is heel intelligent. Hij is de intelligentste vogel ter wereld. Wat betekent hij voor jou? Want je gaat vaak met hem op pad. Vriendschap. Zoals iemand een hond heeft. Ja, daar kan ik ook een vriendschap van hebben en liefde. Dat is het van deze vogel. Ja. Maar hoe kan deze vogel dan liefde geven? Dat is een gevoel. Weet je, ik ga heel graag met hem op pad en hij met mij. Ja, dus eigenlijk een wederzijds vertrouwen. Hè? Ja, die oehoes vind ik wel leuk, maar die raven vind ik toch een beetje... Eng. Toch? Ja. Twitter jij? Nee, ik twitter niet. Oh, nou, ik weet zeker dat onze kijkers wel massaal twitteren. En als je nou denkt, ik heb een vraag aan John, laat het ons dan weten. Hashtag Brabant vandaag. Zit erop. Jij komt binnenkort weer terug. Ja. U kijkt hopelijk morgen gewoon weer, want dan ben ik er weer met, samen met René Wijmans. Want dan hebben we de business en politiek avond. Tot dan.